Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Het is nu 2014, een nieuw jaar. Nieuwe kansen voor de politiek. We gaan naar de raadsvergadering, de eerste na het kerstreces, luisteren naar de nieuwjaarsredes van de burgemeester en van het raadslid dat het langst in de raad zit, de zogenoemde Nestor, Nelleke de Smoker. Ik ben heel benieuwd wat zij denken over het nieuwe jaar en ook hoe zij terugblikken op 2013. Maar voordat we naar binnen gaan, wil ik u namens de ploeg van Rechtstreeks uit de Raad een ontzettend goed 2014 wensen. Fokker van der Straten, Marjolein Vos en ikzelf. Een van de tips die de Financieel Dagblad in de laatste week van 2013 aan ons meegaf, was dat we over de grenzen heen moeten kijken. Nederland bestaat vooral uit buitenland. En dat ervaren we ook in Dordrecht en in de Drechtsteden. En naarmate de blik meer naar buiten gericht is, biedt de wereld in al haar facetten meer mogelijkheden, ook voor ons. De economie wordt bepaald door het bedrijfsleven en het onderwijs en pas daarna door overheden, alhoewel vele overheden ons anders willen doen laten geloven af en toe. In de faciliterende en ondersteunende zin kunnen gemeenten, maar vooral ook regio's, wel een stuwende rol vervullen. En het is een uitdaging om de economische agenda voor ons op Drechtstedenniveau verder in te kleuren. Die agenda heeft op dit moment nog te weinig focus en is te weinig geclusterd. En het laatste jaar zijn weliswaar bestuurlijk boeiende initiatieven in binnen- en buitenland ondersteund, maar toch. Onze unieke stad en regio kunnen aan kracht winnen als we doorgaan met het leggen van verbindingen met andere gebieden. Met Rotterdam, met Brabant en met Zeeland. Het komende jaar zal ook veel van uw tijd en politieke aandacht uitgaan naar de grote decentralisaties. Een bestuurlijke monsterklus waar veel mee gemoeid is. We zullen regionaal en lokaal de zaken goed moeten regelen in het belang van de mensen die de voorzieningen nodig hebben. Dames en heren, het afgelopen jaar is veel werk verzet en met bewoners, ondernemers en investeerders krijgen we terug op een geslaagd 2013. Ook de gemeente Dordrecht heeft weliswaar de gevolgen van de crisis aan de lijve moeten ondervinden. Echter, door creativiteit en samenwerking is veel bereikt. Het gemeentebestuur dient oog te hebben voor de middenstand en de detailhandel, vooral in deze tijd. Het is een sector waar heel hard wordt gewerkt en het geldt ook voor de horeca. Op cultureel gebied is er inmiddels een filmhuis opgeleverd en een regionaal huis van de podiumkunsten. Ik heb het dan natuurlijk over het energiehuis, dat inmiddels niet meer alleen in onze stad, maar ook verder buiten weg te denken is. En ook veel landelijke aandacht heeft mogen krijgen. Evenals onze trots, het Dordrecht Museum, waar we uitkijken naar de komende tentoonstelling over koning Willem II. Ons ziekenhuis is het beste van Nederland geworden en we hadden zelfs, om een ander uiterste te noemen, een wereldkampioen pijproken binnen onze gemeente. Aan ambitie geen enkel gebrek. Ik hoop dat u in uw rol als volksvertegenwoordiger, maar vooral als persoon, als individu, met velen verbinding blijft maken en oog heeft voor diegenen die met name op uw steun mogen rekenen. In de eerste plaats al diegenen die eenzaam zijn en die wonen ook bij u in de straat. Ik wens u toe dat u ondanks alle onzekerheden die er altijd weer zijn, vertrouwen blijft ervaren en uitstralen. En dat hoop zich altijd mag blijven ontketenen. Vanuit mijn persoonlijk perspectief wens ik u allen een zalig nieuwjaar toe. Beste raadsleden, commissieleden, burgemeester, wethouders, griffier en alle aanwezigen op de tribune. Laat ik beginnen u allen namens de Dordtse gemeenteraad een gelukkig en voorspoedig 2014 te wensen. Het afgelopen jaar hebben wij stevige onderwerpen behandeld. Ik kijk inhoudelijk even terug op één onderwerp en dat is richting kiezen. Niet alleen een financiële discussie, maar ook een ruimtelijke. Want ook Dordrecht heeft verliezen moeten nemen. Maar door de integrale benadering met het college heeft de Raad goed overzicht gekregen voor de komende periode. Nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen we maar zeggen. En als we als begin de definitieve komst van de bioscoop nemen, dan krabbelt Dordrecht langzaam maar zeker uit de recessie.
Toch heeft de Raad zich het afgelopen jaar als collectief laten zien in de gezamenlijke actie om de intercityverbinding richting het zuiden van ons land proberen te behouden. 2 weken lang heeft de Dordtse Raad geflyerd op het Centraal Station, waardoor het ook onze bewoners duidelijk werd. Het gaat om iets. En dat is niet de politieke kleur. Het was samen politiek optrekken. En of deze actie daadwerkelijk vruchten afwerpt, is nog onzeker. Maar ons signaal vanuit de Raad was duidelijk. Dat is de Raad buiten Dordrecht. Trots op de stad en ervoor staan. En dat is wat de burger van ons als raadsleden mag verwachten. Het bezoek van de gemeenteraden, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom, was ook zo'n succes. In het kader van de zuidwestelijke delta-discussie zeker voor herhaling vatbaar. En ik weet uit eigen bron dat er nu nog over dit bezoek gesproken wordt. We hebben ons echte ambassadeurs van de stad getoond. We hebben onze aanpak besproken. En vooral van belang, we hebben een bodem gelegd voor verdere samenwerking. De laatste maanden van deze raad breken aan. En dat worden zware maanden. Ongetwijfeld moeten we nog belangrijke besluiten nemen hier. En over een aantal weken starten de campagnes. Vanuit samenwerking gaan we naar een concurrentiestrijd. Met als doel het belang van de stad zo goed als mogelijk volgens eigen politieke kleur neer te zetten. De verkiezingsprogramma's zijn geschreven. De kandidatenlijsten zijn gereed. En nieuwe kandidaten staan klaar, soms nog onwetend wat er van hun verwacht wordt. Ik spreek de hoop uit dat een goede campagnetijd, maar vooral het werk van deze raad van de afgelopen 4 jaar, zullen leiden tot een hogere opkomst bij de verkiezingen. Dan hebben we het samen goed gedaan. Dames en heren, ik rond af met de woorden waarmee ik begon. Een gelukkig nieuwjaar gewenst en voor u en uw dierbaren een voorspoedig en vooral gezond 2014. Dank u wel. We hebben zojuist geluisterd naar 2 nieuwjaarsredes. 1 van de burgemeester en 1 van de Nestor van de Raad. Ik praat nu eerst eens met de burgemeester over hoe hij tot zijn nieuwjaarsrede is gekomen. Meneer Brok, u begon uw nieuwjaarsrede met het noemen van de Eerste Wereldoorlog. Waarom? Ja, het is ook daadwerkelijk 100 jaar geleden, hè? 1914, dat de Eerste Wereldoorlog begon. Maar het is trouwens de grootste en meest smerige oorlog geweest die wij in West-Europa hebben meegemaakt, waar 10 miljoen mensen het leven hebben moeten laten. Maar de Eerste Wereldoorlog is ook heel erg bepalend geweest voor wat er daarna in Europa en ook met Nederland is gebeurd. Europa is nu Europa geworden, eigenlijk ook door de Eerste Wereldoorlog. En wat ik daarmee heb proberen te zeggen, is dat wij als land alleen eigenlijk niet zoveel voorstellen. We zijn natuurlijk wel een entiteit, maar dat je alles in grote verband moet zien. Nederland is een onderdeel van de Benelux, van Europa, van dit deel van de wereld. We zijn allemaal wereldburgers. Je staat allemaal in verband met elkaar en hebt relaties met elkaar. En wij zijn in Nederland en dus ook in Dordrecht heel erg geneigd om te kijken wat gebeurt er in je eigen omgeving, in je eigen straat. En eerlijk gezegd moet je toegeven dat je daarmee niet de problemen oplost waar we daadwerkelijk voor gesteld zijn. Dus ik heb het wat in internationaal perspectief proberen te plaatsen. U heeft sowieso heel veel aandacht in uw reden gehad voor de samenwerking, zeg maar, ook op regionaal niveau. Hoe is dat de afgelopen jaar gelopen, die samenwerking op Drechtstedenniveau en ook met andere regio's? Ja, ik ben hier nu bijna 4 jaar en als ik kijk naar hoe de Drechtraad zich ontwikkelt en hoe hier het regionaal denken en handelen bevorderd wordt, dan ben ik heel positief. 4 jaar geleden hadden we het eigenlijk alleen maar over bedrijfsvoeringszaken, hè, van hoe wordt de organisatie bestuurd. En we hebben het nu echt veel meer over de inhoud, dus dat prijst de Drechtraad en ook de politiek hier. En dat is ook goed dat we dat doen, want de vraagstukken die we hebben op het terrein van economie, arbeidsmarkt, scholing, zorg dat mensen hun werk krijgen, of de sociale dienst, ja, dat is iets wat we echt met 6 gemeenten op moeten pakken. Daar is Dordrecht zelf al te klein voor, dus ik ben positief gestemd. De vraagstukken die we hebben, ook met die decentralisaties, al die opgaven die we krijgen van het Rijk, over jeugd, over zorg, die we er allemaal extra bij krijgen, die moeten we ook allemaal op regionaal niveau gaan organiseren, anders lukt het ons ook niet. Dus die regio is heel erg belangrijk voor alle inwoners van de Drechtsteden en dus ook van Dordrecht.
En daarnaast is het zo dat we steeds meer van ons eiland afkomen. We gaan steeds meer samenwerken met Rotterdam, met West-Brabant, met Zeeland. En dat is goed, omdat we zijn als landje al heel klein, maar ook als gemeente heel erg klein. We hebben anderen nodig, we staan in verbinding met anderen. Ja. En ik vind dat onze raad, maar ook onze trechtraad, dat regionale denken en handelen steeds meer ook goed de hand neemt. En daar ben ik echt heel erg trots op, dat onze raad dat zo goed doet. Want even toch terug naar onze eigen stad. Ja. Wat was nou een echt hoogtepunt in het afgelopen jaar? Nou, er zijn vele, moet ik zeggen. We hebben in Nederland een kleine 30.000 plus gemeenten. En als ik zie hoeveel bezuinigd er moet worden, ook in Dordt, maar vooral ook in die andere gemeenten, en tegelijkertijd zie hoeveel er toch loskomt. Dat doen ondernemers, hè, die doen dat. En allerlei particuliere initiatieven, maar ook de gemeente probeert een steentje bij te dragen. Dan is er heel veel gebeurd. We hebben de verbouwing van het Hof loopt, het filmhuis is open gegaan. We krijgen nu een bioscoop. Ons ziekenhuis is het beste ziekenhuis van heel het land. Nou, noem het maar op. Er is heel veel om dankbaar voor te zijn in onze stad. En we hebben goed gepresteerd, ook als je dat afzet naar andere gemeenten. We hebben het goed gedaan. En ik hoop natuurlijk dat we het in 2014 ook zo goed blijven doen. Ja, als burgemeester bent u voorzitter van de gemeenteraad. Die gemeenteraad gaat veranderen. Ja. Vanaf 19 maart zijn er verkiezingen. Hoe ziet u aan tegen dat proces? Merkt u het al? Zijn er bijvoorbeeld spanningen? Nee. Gelukkig, wij hebben weinig spanning in onze raad. Het is allemaal heel, over het algemeen allemaal heel vriendelijk hier. Ook de verhoudingen in het college zijn heel erg goed. We gaan hier denk ik op een goede manier met elkaar om. Ik merk niet zozeer dat er spanningen zijn. Het is natuurlijk al een beetje spannend. Dat is voor iedereen. Ik bedoel, mensen die nu een paar zetels hebben, willen meer zetels. En mensen die veel zetels hebben, die willen die zetels behouden. Doet de nieuwe partij mee. Ja, en alles wordt herschikt. De kiezer heeft altijd het laatste woord. En zo hoort dat ook. En ik hoop dat er heel veel mensen gaan stemmen. Want wie niet gaat stemmen, die zwijgt en die stemt toe, vind ik. We hebben allemaal rechten in ons land om te mogen stemmen. Moet je ook gaan stemmen. En als je niet gaat stemmen, moet je ook niet meer klagen. Dan mag je ook niet achteraf narrig zijn over de dingen waar je het niet mee eens bent. Dus je hebt nu mandaat. 19 maart allemaal naar de stembus, zou ik zeggen. En op een partij stemmen. En dan worden de kaders herijkt. En dan wordt er een nieuw college gekozen en een nieuw dagelijks bestuur. Helaas mogen de mensen nog geen burgemeester kiezen. Ik vind dat dat eigenlijk ook zou moeten. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd, vind ik, dat de burgemeester 6 jaar zit. Dus in Dordrecht is het kiezen van een burgemeester niet. Nee, nergens mag het in Nederland. Sterker, overal mag het in Europa. Behalve in Nederland mag het niet. Nederland is nog het enige land van West-Europa waar de burgemeester nog niet gekozen wordt. Oké, nou, ik ben blij dat u in ieder geval onze burgemeester bent en ook wel de komende tijd zult blijven. Dat hoop ik. En ik wens u heel veel sterkte in dit nieuwe jaar. Dank u wel. Op naar een nieuwe raad. Zo is het. Dank u, vrienden. Kunnen u ook alle goeds voor het komende jaar. Dank u wel. Mevrouw de Smoker, 15 jaar onafgebroken in de raad. En dat maakt u de zogenoemde nestor van de raad. En dus mocht u uw nieuwjaarsrede houden namens de raad eigenlijk. 15 jaar is heel veel gebeurd. Maar als we nou gewoon even alleen maar teruggaan naar 2013. Was dat nou in die 15 jaar een leuk jaar in de raad? Met bijzonderheden? Terugkijkend wel. 2013 is best wel een spannend jaar geweest. Spannend voor de stad. Wat gebeurt er financieel? Hoe komen we eruit? De keuzes die je moet gaan maken als raad. En als je dan terugkijkt, zijn we daar samen met het college gewoon goed uitgekomen. En ja, dat maakt een van de dingen van het raadswerk gewoon erg leuk. Ja, het woord wat mij is bijgebleven van 2013 is bezuinigingen, bezuinigingen en nog eens bezuinigingen. Heel veel. Daar zijn jullie uitgekomen als raad. Maar daarnaast, een van de dingen die u de nieuwjaarsrede uitsprak was dat zogenoemde richting kiezen. Dat vond u een heel belangrijk punt. Wat betekende dat nou eigenlijk? Richting kiezen geeft het woord al aan. We moesten als raad de richting bepalen van waar ga je op met de stad en wat betekent dat financieel. Dordrecht heeft ook grondverliezen moeten nemen, dat hebben wij vorig jaar gedaan.
En dan kan je het verlies nemen, afboeken en gewoon weer doorgaan. Of je kan samen met elkaar denken van, en hoe zien we het weer verder? En dat laatste hebben we gedaan. Ja. En ja, daar hebben we richting in gekozen. Ja, lang proces geweest. Ja, dat is een lastig. En hoogtepunten. Die zijn er natuurlijk ook in 2013 wel geweest. Ja. Movies bijvoorbeeld. De opening van de movies. Vond ik fantastisch. Ja. Als je daar dat stukje Dordrecht ziet, dan denk je van, ik ben in een wereldstad. Het is vergelijkbaar dat pleintje zo met Parijs. Ja. Er zijn meerdere hoogtepunten geweest. Maar die sprong er voor mij wel erg uit. Ja, Energiehuis bijvoorbeeld. Ja. Ook een enorme operatie. De stad is armer, maar tegelijkertijd veel rijker geworden in 2013. Kun je dat zo zeggen? Ja, want dat nadenken over hoe gaan we met het geld om van de burger, want dat is het in feite wat de gemeenteraad doet. En als je minder geld hebt, dat dwingt je tot creativiteit en samen besluiten nemen welke kant het op gaat. Ja. En dat zijn mooie, moeilijke processen. Maar aan de andere kant toch ook weer makkelijker dan als de bomen tot de hemel reiken. Ja. Want dan is alles makkelijk en vanzelfsprekend. Ja, 2014 gaat in het teken staan, heb ik van u begrepen, van de zogenoemde decentralisaties. Hè? Allerlei taken die van het Rijk op het bordje van de gemeente komen te liggen. Met name in het sociale domein. Wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet, om maar eens wat te noemen. Wat betekent dat voor de Raad? Oh, heel veel. Als je kijkt naar het budget van de Raad, dat wordt in feite verdubbeld. Hè. De gemeentebegroting die gaat van 450 eigenlijk naar 900 miljoen dan. Maar aan de andere kant, als wij al dat werk gaan uitvoeren, daar heb je slagkracht voor nodig. Dus daarom moeten wij dat in de regio vooral gaan doen. En dat betekent dat je als Raad moet zorgen dat je er niet achteraan huppelt. Dat je vooraan in het proces zit en daarin weer samen optrekt. Ja. En ja, dat wordt nog een hele... lange weg te gaan. Ook omdat, ik vergelijk het altijd maar, op dit moment wordt er zeg maar 100 euro voor uitgegeven. Maar het Rijk geeft ons straks maar 75 euro. Dus ook daar krijgen we weer een bezuiniging. Ja. En het vraagt, dat zei u al, ook om samenwerking met name met binnen de rechtssteden heel veel. Hoe ziet u in de toekomst die relatie tegemoet? Want er is natuurlijk ook wel hier en daar wat scepsis over het functioneren van de Drechtraad. Hoe ziet u dat? Scepsis over de Drechtraad is gezond. Want dat betekent dat wij met elkaar een groeimodel hebben en dat je daar gewoon steeds kritisch naar kijkt. Zo zie ik het. Dordrecht kan niet zonder de Drechtsteden en de Drechtsteden kunnen niet zonder Dordrecht. Dan zijn we allebei te klein. Dus we hebben elkaar nodig. En de manier waarop we elkaar nu gevonden hebben in de Drechtraad, vind ik een goed model, maar is niet het eindmodel, is niet het eindplaatje. Het is gewoon groeien naar iets toe en dat gaat geleidelijk. En zolang wij zien dat het financieel voordeel oplevert, dat we slagkracht hebben en dat we onze bewoners, want daar doen we het voor, dat we die goed kunnen blijven bedienen, ja, dan hoor je mij persoonlijk niet mopperen. Nee. 15 jaar zit u in de Raad. U heeft al de nodige gemeenteraadsverkiezingen meegemaakt en dan komt er nu op 19 maart weer een aan. Ja. Even los van uw eigen politieke partij, wat betekent dat voor een raad zo vlak voor de verkiezingen? En als er in één keer een nieuwe ploeg zit met allemaal nieuwe mensen, wat betekent dat bijvoorbeeld voor de continuïteit van het beleid? Dat is natuurlijk iedere 4 jaar een zorgpunt. De kandidatenlijsten van niet alle partijen zijn nog bekend, dus je kan nog geen inschatting maken van hoe groot worden de verschuivingen. Dat kan je ook nog niet, omdat gewoon onze bewoner nog niet naar de stembus is geweest. Als je kijkt naar de raad, wij zullen de laatste 2 maanden nog heel veel besluiten moeten gaan nemen. En dan is het eigenlijk 2 maanden een beetje stil. Want dan is een nieuwe raad zich aan het inwerken. Dan is een college bezig samengesteld worden en die schrijven een programma. Ja, en dan moeten zij weer aan de slag. Ja. En dan is het de kunst dat de ervaren raadsleden de nieuwe raadsleden meenemen in het geheel. En ja, dat doe je zowel in je eigen fractie als binnen de raad, als ook binnen de Drechtraad weer, want die worden ook vernieuwd. Juist. Buiten die verkiezingen, waar verheugt u zich op met name in het nieuwe jaar? Wat zijn potentiële hoogtepunten?
Nou, wat ik voor dit jaar heel erg leuk vind, zijn zeg maar de komende weken die eraan komen, de campagnetijd. De debatten, de gesprekken, van groot naar klein. Dan inderdaad de samenstelling na de verkiezingen van een nieuwe raad. En daar weer gaan ontdekken van ja, hoe gaat het in je eigen fractie werken. Maar ook hoe gaat het weer in zo'n raad werken. Daar verheug ik me op. En ja, verder hoop ik dan dat het heel vlug zomer wordt. En ja, dat we daar ook weer een beetje van kunnen gaan genieten. Nou, dat hoop ik met u. Ontzettend bedankt voor dit gesprek en heel veel succes met u en uw collega-raadsleden het komende jaar. Dankjewel. We hebben naar nieuwjaarsredes geluisterd die ja, spreken van hoop. Hoop in 2014 dat ondanks alle moeilijke dingen die moeten worden gedaan, toch kansen zijn voor Dordrecht om er groter, beter uit te komen. En een van de belangrijke gebeurtenissen natuurlijk zijn de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart. En dat is over 2,5 maand. En dan bent u in feite aan zet, want dan bepaalt u wat de nieuwe raad wordt en dus ook hoe de toekomst van Dordrecht zal zijn. En van die toekomst doen wij gewoon verslag, zoals altijd, rechtstreeks uit de raad. Tot een volgende keer.